Ik ben een beetje melancholisch vandaag, want het is vandaag inderdaad woensdag. En deze woensdag, precies een jaar geleden, dus niet precies op deze woensdag, want het was toen 11 maart en dat valt dit jaar op donderdag. Maar het was vorig jaar dus wel een woensdag en op donderdag voelt het niet als woensdag. Dus voor mij klopt het toch het meest om deze woensdag te vergelijken met die van een jaar geleden, want dat was geen donderdag. Anyway, deze woensdag een jaar geleden was voor mij de laatste dag van het pre-corona tijdperk. Ik speelde mijn laatste gewone voorstelling. Volle zaal, een paar honderd mensen, uit eten met de crew, high fives met de technici, na 9 uur 's avonds gewoon lekker naar huis kakken. Chips kopen bij een tankstation zonder mondkapje. Kortom, als ik die woensdag dit jaar opnieuw zou doen, zouden de boetes in de tienduizenden euro's lopen. En de dag daarna, op donderdag, de echte donderdag van vorig jaar, dus niet de donderdag die dit jaar op woensdag valt, maar de donderdag van aanstaande vrijdag, kwam Mark Rutte om 3 uur 's middags met de persconferentie waarin alle theaters gesloten werden en nog veel meer, maar dat ontging me toen allemaal een beetje. Ik dacht dat het tijdelijk zou zijn en ik weet nog dat ik tegen mijn vrouw zei, nou, ik heb 3 weken vrij. En ik weet ook nog dat ze in die tijd thuis nog echt enthousiast waren als ik er was. Inmiddels begin ik me af te vragen of het ooit nog ophoudt. Neem nou bijvoorbeeld de avondklok. Die werd deze week opnieuw verlengd, want volgens Grapperhaus zijn we er nu toch al aan gewend. Ik weet niet of dat juridisch helemaal geldig is als argument. En van iemand die boeken schreef met titels als Ravels aan de rechtsstaat en De weerloze samenleving zou je een iets grondiger rechtsstatelijke onderbouwing verwachten. Maar goed, het is in elk geval wel eerlijk. Zolang er niet massaal geprotesteerd wordt, kunnen we er net zo goed mee doorgaan. De avondklok is bovendien een handig ruilmiddel, want als we die nog even houden, kunnen wel gewoon de winkels open en straks misschien wel de terrassen. Dat is ook precies waarom ik denk dat we nog jaren met een avondklok zullen moeten leven. Dit gaat natuurlijk niet beperkt worden tot corona. Er rijden 's avonds namelijk bijna geen auto's. Dat scheelt enorm in de stikstof. Dus als we de avondklok nog even houden, kan vliegveld Lelystad gewoon open. En misschien hoeft die hele A27 dan niet eens verbreed te worden. Dat zal de oppositie ook als muziek in de oren klinken, toch? Er wordt bovendien veel minder ingebroken en er worden 's avonds geen zakken meer gerold in drukke uitgaansgebieden en er gebeuren minder nachtelijke auto-ongelukken. Dus als we de avondklok nog even houden, wordt Nederland een veel veiliger land. Bovendien nemen heel veel mensen nu een hondje om een reden te hebben om toch 's avonds naar buiten te kunnen. Dus als we de avondklok nog even houden, zitten er straks veel minder zielige diertjes in het asiel. Wie kan daar nou tegen zijn? Willen we die schattige hondjes soms de rest van hun leven in een hokje laten wegkwijnen? Welke dierenbeulen durven er in godsnaam nog te roepen om het afschaffen van de avondklok? Hebben die mensen dan geen hart? Zoals ik al zei, ik denk niet dat we hier ooit nog uit gaan komen. Ik hoor in de campagne politici soms praten over na corona. Ik hoorde Hugo de Jonge op een persconferentie iets zeggen over een datum die rood omcirkeld in de agenda zou staan met einde van de crisis. Maar er komt natuurlijk helemaal geen einde. Misschien krijgen we het wat beter onder controle. Maar zo vrij en zorgeloos en naïef als Mark Rutte, die vorig jaar de hand van Jaap van Dissel schudde na een oproep om geen handen meer te schudden, gaan we gewoon nooit meer worden. En dat is misschien maar beter ook. Natuurlijk, ik sluit niet uit dat als er genoeg mensen gevaccineerd zijn, er even een hedonistische bende van dronken lijfelijkheid zal uitbreken. Dat er feesten, vakanties, orgies en andere groepsactiviteiten zullen zijn tot iedereen er uitgeput bij neervalt. Maar ik hoop toch ook dat er een paar dingen anders zullen blijven. Dat we misschien anders kijken naar frisse lucht in klaslokalen, naar volle varkensstallen, naar zoenen met tantes op verjaardagen of naar praten met consumptie. En het hoeft niet altijd te betekenen dat er ook dingen veranderen, want misschien concluderen we juist na een jaar Zoom-vergaderingen en online lessen wel dat digitalisering ook gewoon verschrikkelijk kan zijn en zetten we alles op alles voor fysiek onderwijs en nooit meer vergaderen. Zoals het refrein van de nieuwe single van Frans Bauer luidt, verkoudheid is voor even, corona voor altijd. Of ik heb het gedroomd van die single, dat kan ook. Maar hoe dan ook, deze woensdag vorig jaar was een andere tijd. En hoewel er hard geprobeerd wordt ons in het politieke debat een paar decennia achteruit te slingeren met scherpe discussies over abortus, blote piemels op televisie en kernenergie, weten we allemaal, terug naar vorig jaar woensdag gaat echt niet meer. Want dat is een donderdag geworden. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.